Vandaag gaan we proberen de allergrootste YouTuber te worden in Minecraft. Het doel is namelijk om uit de kelder te verhuizen naar een super grote villa. Druk zeker op die blauwe duimpjes omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal, net zoals dat deze mensen hebben gedaan. En laat hier beneden in de reacties achter of jij ook een YouTuber wil worden. Oh, we starten hier dus in de kelder van mijn moeder hier beneden. En kijk eens wat voor zielige set we bij hebben. Ja, ik denk nog dat we heel erg lang over gaan doen als ik in een super grote villa wil verhuizen. Eens even kijken, wat hebben we hier in de kisten? We hebben nog helemaal niks. Dat snap ik ook wel, want we wonen in een kelder. Maar we hebben nog best wel een mooi huis hier, hoor. Ik bedoel, we hebben een mooie lounge set met een tv, denk ik. En volgens mij kunnen we hier nog ergens slapen. Oh, kijk, we kunnen hier slapen. Dat is mooi, maar het is niet heel veel. Eens even kijken. Hallo, goedemorgen iedereen. Oké, het is niet heel erg druk. Wat hebben we hier eigenlijk allemaal? Eens even kijken. Wat is hier zo? Oh, zo te zien moeten we hier dus zijn als wij willen verhuizen. Oh, hier kunnen we ons huis upgraden. We moeten 500 coins hebben. En we hebben op dit moment maar 50. Ja, dat gaat nog wel even een tijdje duren. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Dit lijkt ook op een winkeltje. Hallo. Oh, kijk. Hier zit al iemand. Hallo, meneer. Oh, en als ik het goed zie, kunnen wij hier dus allemaal spulletjes kopen voor onze setup. Ja, dat moeten we wel snel gaan doen. Maar het is knijterduur. Oh, ik denk dat we echt meteen moeten gaan beginnen met video's maken. Want we hebben natuurlijk ook nog 0 abonnees. Dus het wordt sowieso lastig om geld te verdienen. Maar laten we maar meteen naar beneden gaan. Eens even kijken hoe wij geld gaan verdienen met onze YouTube kanaal. Oké, we zetten de computer aan en dan moeten we eens even gaan kijken. We hebben hier 30 seconden game tijd en we kunnen hier kiezen uit allemaal video's. Alleen ja, we zijn natuurlijk net begonnen, dus we moeten met een parcoursje beginnen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oh, onze stream... Oké, onze video gaat hier beginnen. Oké, 3, 2, 1. Hallo lieve mensen, welkom bij mijn nieuwe video. Wij moeten gaan proberen te gaan parcouren en ik ben hier echt helemaal niet goed in, zo te zien. Oh, oké, laten we gaan. Oké, dat is 1 subscriber erbij, dat is 2 subscribers erbij. Oké, het gaat nu al wat beter. Het gaat al wat beter. Ik ga wat stukje sneller. 1 subscriber weer erbij. En het gaat relatief snel. Ik mag niet klagen voor de allereerste keer een parcoursje hier neerzetten. Hop, 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 hop. We moeten zoveel mogelijk subscribers te gaan proberen te krijgen. Ik ga gewoon hier naartoe, want we hebben nog maar 3 seconden. Oké, ik ben gevallen. Oké, de tijd is dus voorbij. We hebben in totaal 6 subscribers erbij. 6 abonnees. En hoeveel geld hebben wij verdiend? Maar liefst 10 coins. Dat is echt sneu. Maar hey, je moet ergens beginnen. Ik bedoel, we hebben nu 60 coins. Dus het komt helemaal goed. Alleen, we kunnen niet verder iets gaan doen. Dus ik denk wat we gaan doen. We gaan gewoon nog een video maken. We moeten gewoon proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk te verdienen. Oké, laten we maar nog een keer proberen dit parcoursje te doen. Want ik denk dat ik toch wel wat sneller kan zijn. Ik bedoel, ik heb wel wat meer vertrouwen in mezelf. En let's go. Go, 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 go. Oké, zoveel mogelijk coins en zoveel mogelijk abonnees. Oké, dit gaat nu al niet goed. Go, 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 go. Oké, nu gaat het wat beter. Nu gaat het wat beter. Zoveel mogelijk. Oké, maakt niet uit. We zijn gevallen. Ik zie hier heel veel coins liggen. Ik ga de coins pakken. De abonnees, die komen vanzelf wel. Maar we moeten gewoon zo snel mogelijk upgraden. Hier nog een abonnee erbij. En ik denk niet dat ik heel snel hier nu kan komen. We hebben ook... Oké, onze tijd is al. We hebben dit keer ook maar 4 abonnees erbij. Dat is wel even wat minder. Maar hey, er zijn wel 36 coins bijgekomen. Waarmee wij dus volgens mij bijna kunnen upgraden. Trouwens, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker hier beneden. En wie weet word jij misschien wel een van de grootste YouTubers ooit. Maar voor nu hebben wij nog maar 10 abonnees en nog maar 96 coins. Maar we kunnen wel bijna onze eigen setup upgraden. Dus daar ben ik echt ontzettend benieuwd naar. Oké, ik ga nog even een paar keer parcours spelen en dan zie ik jullie zo. Oké, ik heb intussen al wat geld bij elkaar gesprokkeld. We hebben 172 munten waarmee wij dus kunnen gaan upgraden. En ik weet eventjes niet meer uit mijn hoofd wat we kunnen upgraden, maar volgens mij was dat onze lichten. Dus eens even kijken. Goedemorgen. Eens even kijken. We hebben hier een desklamp en een microfoon. Alleen die microfoon is nog een beetje duur, dus ik ga vandaag toch even het lampje kopen. En daarmee kunnen we natuurlijk onze setup upgraden van een lelijk licht naar, ik denk nog wel wat mooier licht. En zo begint het altijd, hè, lieve mensen. Je begint nooit met het beste van het beste. Je moet altijd sparen, hard werken. En dan kun jij, net zoals ik, een hele mooie setup maken. Alleen, we hebben nog niet genoeg. We moeten er nog een microfoon bij hebben. Dus we moeten eventjes nog meer gaan parcouren. En zoals je ziet, heeft de lamp ons ook wat meer game time gegeven. Dus we hebben wat meer tijd om het parcours te voltooien. Nou moet ik zeggen, in de tussentijd ben ik niet veel beter geworden, hoor. Dus we gaan hopelijk proberen dit parcours nu wel voor elkaar te krijgen. Zo, hop, hop. Kijk, het gaat nu al wat beter. Je ziet het, hè. Hey, ik ben een doorgewinterde parcourder. Hoppa. Oké, daar ben ik gefaald. Oké, dan pakken we eventjes de extra coins hier op. Hoppa, dan pakken we daar onze extra abonnee op. En ik dacht dat ik genoeg tijd had, maar de tijd is nu alweer voorbij. De tijd gaat echt snel voorbij. Ik bedoel, video's van 31 seconden, jongens. Kom op. Maar hey, we hebben toch alweer 5 abonnees erbij. We zitten nu in totaal op 20 abonnees. coins, als ik het goed net zag. En we hebben 70 coins verdiend. Dat is toch eventjes wel wat meer dan dat ik net had verdiend. Oké, lieve mensen, ik ben weer wat verder en ik heb weer wat geld gespaard. We hebben intussen ook al bijna 40 abonnees en we hebben bijna 300 coins. En als ik het goed kan herinneren, kan ik nu met deze coins een mooie microfoon kopen. En trouwens, het leuke is, ik had er net gewoon bijna het parcours gehaald. Alleen, ik miste net even wat meer tijd. Maar ja, ik heb in ieder geval mijn nieuwe microfoon, dus die ga ik lekker hier neerzetten. Hoppa! En dan ga ik nogmaals eens even kijken hoeveel coins ik nodig heb om mijn huisje te upgraden. Volgens mij maar 500. Want als het goed is, kunnen we dan ook andere video's gaan maken. En inderdaad, het kost 500 coins. Dat zijn echt ontiegelijk veel munten. Maar als het goed is, krijg ik nu ook wat meer tijd om het parcours te voltooien. En hoop ik dus wat meer geld te gaan verdienen. Laten we eens even kijken. Oh mijn god, ik krijg maar 1 seconde erbij. Serieus. Maar eens even kijken. Om de volgende video te unlocken, moeten wij dus de Dodgy Downtown gaan unlocken. Ja, dat is dus een nieuw huis. En dat nieuwe huis gaat me 500 coins kosten. Oh, dat is echt veel. Maar laten we kijken of we met 32 seconden het parcours nu wel kunnen gaan halen. Ik haal hem daarnet dus bijna. Oké, let's go. Oké, even kijken. Zo, dan gaan we hier weer heen. Hier. Oké, dit gaan we nu al niet meer redden. Oh, nee. Eens even kijken hoe ver ik kan komen. Oh, mijn god. Ik val gewoon 2 keer achter elkaar. Maar geen nood. We gaan gewoon alle muntjes hier pakken die we kunnen pakken. En natuurlijk 1 abonnee erbij. Maar ik denk niet dat we heel veel gaan verdienen aan deze video. Oh, oké. Dit was echt mijn slechtste run tot nu toe, volgens mij. We hebben er ook maar 3 abonnees bij. En hoeveel geld hebben we verdiend? Oh, mijn god. We hebben gewoon 139 muntjes verdiend. Oké, dit had ik echt niet verwacht. Deze microfoon geeft ons zeker wel wat meer geld. Ik denk als we dit nog, nou, misschien dik 3 keer gaan doen, dat we eindelijk kunnen gaan verhuizen en ons eigen huisje kunnen krijgen. En dat zou heel erg mooi zijn. Dan kan ik nou nog meer video's maken. En ik word dit parcours best wel zat. Dus ik ga dit parcours nog even een paar keer doen en dan zie ik jullie zo. Oké, lieve mensen. Ik heb al het geld bij elkaar gesprokkeld om te gaan verhuizen. Kunnen we eindelijk uit de kelder van mijn moeder. En kunnen we ons eigen huisje gaan krijgen. En ik hoop ook dat we dan andere video's kunnen gaan maken. Want ik word best wel moe van het parcours. En intussen hebben wij ook meer dan 55 abonnees. Dat is best wel veel. Maar laten we ons huis maar upgraden. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan. En het ziet eruit als iets. Het ziet eruit als hetzelfde. Het heet Dodgy Downtown. Dus het is een beetje dodgy. Het is een beetje raar. Maar we zitten dus in ons nieuwe huisje. Oh, wat leuk. Eindelijk mijn eigen plekje. Ik heb hier een mooie lamp. Ik heb hier een paar mooie bedjes. Maar wat het belangrijkste natuurlijk is, en we moeten ons focussen op ons hoofddoel, is mijn verhuisdoos hier. En hier zitten mijn spulletjes in. Even mijn lampje weer neerzetten en mijn microfoon zo. En dan gaan we eventjes hier naar buiten. Want als het goed is, zitten we in een hele andere... Oh, we zitten zelfs op de 3e verdieping. Eens even kijken. We zitten gewoon in een heus appartementje. Oh, wat leuk. Karen zit hier. Oh, dat wordt heel irritant. Eens even kijken. Daar is de winkel. We hebben niet heel erg veel muntjes meer over. We hebben nog 128 coins. Dus ja, dit wat we allemaal willen gaan kopen is veel te duur op dit moment. We kunnen een controller kopen, een webcam, een ringlight. Oh, dit ziet er wel mooi uit. Maar ja, dit kost allemaal 350 coins. Dat betekent dat we weer naar huis moeten en eens eventjes gaan kijken wat we kunnen gaan doen met het cake parcours. Of tenminste de cake challenge. Zo zag het eruit. Zo, laten we maar meteen een nieuwe video maken. Ik heb er zin in ieder geval. Ik ben heel erg benieuwd wat deze nieuwe content inhoudt. De cake competition. Laten we maar eens eventjes snel kijken. Ik hoop ook dat ik veel meer muntjes ga verdienen hiermee, want anders gaat het heel lang duren. Oké, ik denk dat ik alle cake op moet eten. Dat lijkt mij wel. Go, 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 go. Oh, ik heb ook honger zo te zien. Kom op, snel, zo snel alle cake opeten. Ik weet ook niet hoeveel tijd ik heb. Hup, 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 hup. Ik denk dat ik per tafel betaald krijg. Oh nee, 5 abonnees komen er per tafel bij. Oh, dat is nice. Oké, go, 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 go. Het moet sneller. Het moet sneller, Santi. Kom op, ik heb trek. Kom op, kom op, kom op. Ik ben echt aan het klikken voor mijn leven. Go, 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 go. Oké, 3 tafels. We hebben al 15 abonnees erbij. Oh mijn god. Oké, ik heb nog 1 seconde. Oké. Ik zeg jullie eerlijk, jongens. 3,5, 4 tafels is denk ik wel goed. 20 nieuwe abonnees. En oké, we hebben niet heel veel meer muntjes verdiend dan het parcouren. Maar het was weer wat nieuws. En als we nou eventjes nog zo'n video gaan maken, dan kunnen we meteen iets nieuws gaan kopen. Ik dacht eigenlijk aan een hele mooie controller. Oké, ons record is dus sowieso 3 tafels. En die wil ik nu gaan verbreken. Dus we gaan weer klikken voor ons leven. Chappen moeten wij. Oké, dat is 1. Kom op, weer 5 abonnees erbij. Let's go, let's go, let's go. We willen natuurlijk ook zo snel mogelijk naar die 100 abonnees. En dat is ook een mooi mijlpaal, jongens. Go, 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 go. Oké, ren, ren, ren. Als we meer honger krijgen, kunnen we sneller een taart chappen. Dus dat is goed nieuws. Oké, nog 1 seconde. We zijn letterlijk geëindigd waar we de vorige keer zijn geëindigd. Yes, weer 20 nieuwe abonnees erbij. We zitten dus al op 75 abonnees. En we hebben 165 muntjes verdiend. En nu kunnen we gaan kiezen. Gaan we dus voor 2 monitoren of nog wat anders erbij? Of gaan we dus voor een nieuwe gaming controller? Ja, ik heb een gat in mijn hand. Ik wil gewoon meteen wat gaan kopen. Ik bedoel, we hebben zoveel muntjes. Trouwens, laat ik maar ook even meteen gaan kijken hoeveel het kost om weer te gaan verhuizen. Dus even kijken. Dan moeten we daarheen. Oké, we zijn net verhuisd, maar ik wil het gewoon weten. En dat kunnen wij nog lang niet. 5000 munten. Ja, ik kom later wel weer langs. Ik ben nog wel blij hier. Maar eens even kijken, want we kunnen namelijk ook een dining room chair kopen. Dus dat is een betere stoel. In plaats van een kruk. Dat is ook wel lekker voor mijn rug. Maar we kunnen natuurlijk ook deze sappige controle... Of nee, wacht. We kunnen denk ik beter een webcam kopen. Ik denk oprecht dat dat misschien verstandig is om te doen. Dus we gaan deze webcam erbij kopen. Hoppa. En dan gaan we weer proberen wat meer munten gaan te verzamelen. Want ik wil zo snel mogelijk zo'n keylight erbij. Deze gaan we dus hier neerzetten. Oké. En dan gaan we eens even kijken hoeveel tijd deze webcam mij meer geeft. Want als het goed is geven extra attachments mij meer tijd. En daar lijkt het wel op. Ik krijg letterlijk maar een seconde erbij. Wat is dit? Maar laten we eens eventjes gaan kijken hoeveel meer wij kunnen gaan choppen met maar 1 seconde meer erbij. Go, 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 go. Oké, ik heb honger, ik heb honger. Lekker eten, lekker choppen. Echt jongens, jullie willen niet weten hoe hard ik op mijn muis zit te klikken. Het is echt abnormaal. Misschien kunnen jullie het horen. Dat is tafel 2. Kom op, 3. Go, 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 go. Dit moet sneller kunnen. Dit moet sneller kunnen, Santi. Oh, we zijn nu slomer dan eerst. We zijn gewoon slomer dan eerst. Wat is dit nou? Go, 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 go. Oké, we zijn nu aan de laatste tafel. Eens even kijken. Hoeveel meer geld krijg ik door middel van mijn webcam? Oh mijn god, dat is wel heel veel meer saaf. 385 muntjes? Serieus? Oké, ik ga dit nog even een paar keer doen. En dan kunnen wij straks nog meer upgraden. Oh mijn god, oké, ik ben net klaar met mijn vorige video en wij kunnen dus nu kiezen uit deals. Of wij gaan voor social media, we krijgen 300 abonnees erbij, maar er gaan er ook weer 100 af. We gaan voor een community event, waarvoor ik dus 200 subscribers krijg, maar 1000 coins eraf. Of we gaan voor de brand deal, waarmee ik dus al 2500 coins krijg, maar er gaan 125 abonnees af. En ik denk, omdat ik wil gaan sparen voor wat nieuwe spulletjes, echt voor de brand deal gaan. Ja, laten we maar voor de brand deal gaan, hoppa. Het kost me heel veel abonnees, ze zitten zelfs in de min, maar we hebben wel 3000. 1000 munten. Met nog eens 400 muntjes erbij. Dus ik ga meteen mijn hele setup upgraden. En trouwens, we kunnen ook bijna gewoon al verhuizen. Niet dat ik dat ga doen. Want ik ben nog best wel blij hier in mijn appartementje. Maar nieuwe spulletjes zijn altijd welkom. Dan kopen we de chair. We gaan natuurlijk ook de dual monitor setup kopen. En de controller vind ik ook wel mooi. En deze mooie ringlight vind ik ook wel mooi. Dus laten we dat maar eventjes toevoegen aan onze setup. En dan gaan we eens even kijken hoeveel meer wij hiermee gaan verdienen. Ik denk echt bakken met geld. Trouwens, lieve mensen, ik wil jullie dit wel echt meegeven. Dat als je gaat beginnen met YouTube, je en natuurlijk nooit in de eerste instantie voor het geld moet doen. Überhaupt eigenlijk moet je het voor het geld doen. Je moet er natuurlijk alle plezier in hebben. Want geloof mij, als jij er plezier in hebt, dan komt het allemaal goed. In ieder geval, onze setup ziet er echt prachtig uit. Dus ik ga nog 1 keer een video opnemen. En dan kijken wat we mee kunnen gaan verdienen. Als jullie hier meer van willen zien en een vervolg hiervan willen zien, druk dan zeker op die blauwe duimpjes omhoog. Want dan gaan we de volgende keer proberen nog meer geld te verdienen. Nog meer video's te maken. En zo snel mogelijk te verhuizen. Oké, ik ben er klaar voor. Ik weet niet hoeveel meer tijd ik heb gekregen nu voor de cake. Dat heb ik niet gezien. Maar dit is onze allerlaatste keer dat wij de cake competition gaan doen voor vandaag. Oké, let's go, let's go, let's go. Alleen maar chappen. Ik heb alleen maar honger. Go, 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 go. Oké, dat is nog eentje erbij. Hup, 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 hup. Door, 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 door. Dat is tafel nummer 2. Go, 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 go. Ik ben zo geconcentreerd met taart eten. Kom op, kom op. We kunnen deze tafel nog afmaken. Kom op, kom op, kom op. Gaat het ons lukken? We hebben nog 5 seconden. Kom op, Santi. Go, 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 go. Ja, we hebben er 4 tafels. Wat goed. En we hebben 25 abonnees erbij. We zijn volgens mij, als het goed is, uit de min. En hoeveel geld hebben wij verdiend? We hebben, oké, 460 muntjes verdiend. Maar dat komt omdat we ook heel wat abonnees hebben ingeleverd. Maar dan weten we dat in ieder geval, lieve mensen. Ons volgende doel is dus weer verhuizen en nog meer nieuwe video's maken. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En wil je nog meer video's zien? Dat kan. Dan moet je op een van deze 2 hier drukken. En je kunt hier zo drukken als je wilt abonneren als je het nog niet gedaan had. Dus doe dat eventjes. Oh ja, laat nog eventjes snel dat blauwe duimpje achter als je meer wilt zien. Maar je bent hier nog, dus druk even. Kom op!